Vandaag zijn we bij de allergrootste Action van Nederland. Deze zit in Enschede. Je kunt hem hier achter mij al zien. We hebben hier echt letterlijk 2 uur voor gereden. Ik ben zelf echt heel erg benieuwd. Deze Action is namelijk 1500 vierkante meter groot. Dus dat is nogal wat. Ik ben zelf heel erg benieuwd wat het assortiment is van deze Action. Of ze juist meer hebben of juist minder. En wat ze allemaal hebben. En ik ga het in deze video aan jullie laten zien. Dus heb je er zin in, doe dan zeker even dat blauw duimpje omhoog. En dan gaan we nu snel beginnen. Kijk, bij deze Action is het zo dat je hier binnenkomt. Daar heb je natuurlijk de kassa's. En dan heb je hier het mega grote schap. De mega grote winkel eigenlijk. Kijk, zo kun je het zien. Je komt eigenlijk binnen, dan heb je gelijk de weekactieproducten. En dan ga je zo door naar de media. En ik moet zeggen, ik zie niet heel veel speciaals. Vergeleken met de normale Actions eigenlijk. Kijk, hier heb je trouwens ook gelijk de hobby dingen. Kijk, je kunt zien, de schappen zijn heel groot, heel lang. Zo kunnen jullie het een beetje zien. Maar ik moet zeggen, ik vind het normaal eigenlijk nooit echt heel erg interessant. Er zijn eigenlijk gewoon heel veel basic dingen. Ja, en dit zijn natuurlijk de knutseldingen. Kijk, en dan lopen we hier dus ook nog naar achteren. Hier heb je een beetje opbergdingen, huishoudproducten. Maar ik wil jullie gewoon heel even het einde laten zien. Hier lopen we nog meer door naar achter. Het is echt best wel groot hoor. Kijk even dit. Dit is echt niet normaal. Ik moet wel zeggen, ik zie nooit zo'n grote collectie van echt apparaten. Dus van mixers, tosti-ijzers, frituurpannen, weet ik veel wat ze hier allemaal hebben. Dit is normaal niet echt. Dit is denk ik ook echt alleen maar bij de wat grotere Actions. Zoals je kan zien, want dit is echt niet normaal. Dit neemt ook heel veel plek in beslag. Kijk eventjes deze. Ze hebben zelfs een soort airfryers hier. Kijk, en hier ben ik bij het einde van de winkel. En als je dan dus omdraait... Dan heb je hier het hele gangpad wat ik net heb gelopen. Dus het is daadwerkelijk ook wel echt heel groot eigenlijk. Vergeleken in ieder geval met de Action waar ik dus normaal naartoe ga. Kijk, als we hier weer doorgaan heb je weer het volgende gangpad. Kijk, die is zo groot. En dan lopen we dus hier naartoe. Hier heb je dus al die kerstdingen. Ook echt mega groot. En hier hebben ze ook echt weer veel meer dingen van, namelijk pannen. Ik weet niet hoe dat bij de andere Actions zit, maar dit hebben ze bij mij in de Action in ieder geval niet. Zo'n grote collectie, in ieder geval. Dus allemaal pannen en bakdingen. Kijk, hier allemaal van die bakdingen. Oh, dit vind ik leuk. Ik vind het echt leuk om te bakken. Gewoon taartjes, cupcakejes en zo. Dus daar hebben ze ook echt heel veel van. Ovenschalen en zo. En ik zie hier zelfs dit. Hoe leuk is dit? Dan krijg je een beetje een soort eigen koffie. Tafeltje, eigen koffiehoekje. Dus dan heb je dit ding, koop je volgens mij. Ja, hierachter kun je het zien. En daar kun je dan allemaal je theezakjes in doen of je koffiecups of zo. En daarop kun je dan bijvoorbeeld je apparaat zetten, als je in ieder geval zo'n apparaatje hebt. Hoe leuk is dit voor €9,95 bij de cosmetica producten. Ik ben dus hier als eerste bij alle make-up, zoals jullie kunnen zien. En ik dacht, ik ga jullie gewoon even laten zien wat ze hier allemaal hebben. Dus laten we gaan beginnen. En als allereerste zie ik hier een aantal nepwimpers. Volgens mij had ik deze in de vorige video ook laten zien. Kijk, je hebt als eerste deze. En ik zie ook hier deze. Die vind ik ook echt mooi. Dan hebben ze hier ook weer wat kwasten. Ik zie hier bijvoorbeeld een foundation brush. Een eyeshadow brush. Daar heb je echt nog meer. Ik zie hier ook een aantal concealers. Ze hebben hier wel meer kleuren in ieder geval. Kijk, honey. En gewoon een aantal andere kleuren. Deze mascara ziet er ook echt vet uit qua verpakking. Ik zie hier ook iets van Max Factor. Hangt echt nog maar één dingetje. Kijk. En hier heb je dus nog meer make-up. Je hebt hier bijvoorbeeld een blush. Ik vind deze er heel mooi uitzien. Je hebt hier ook een highlighter stick. En hier ook zo'n brons en highlighter setje. Ik heb deze al een keer eerder getest. En die vond ik wel echt heel fijn. Dus ja, deze is wel heel chill eigenlijk. Die kan ik wel aanraden. En je hebt hier ook nog wat lipproducten. En ik moet zeggen, ik vind de lipproducten van de Action ook eigenlijk echt best wel prima. Ze hebben echt ook heel veel verschillende kleurtjes. En je hebt dan dus ook lipliners en daarbij hoort dan ook een bepaalde lipstick. En hieronder hebben ze ook echt nog van alles. Je hebt hier ook die soort poeders die ik de vorige keer ook liet zien. Dat zijn een beetje van die setting powders. Hier ook nog wat. Hier nog een soort cadeauset. Zoals je kan zien. En ze hebben hier nog meer producten, ook van Max Factor is het volgens mij weer. Soms verkopen ze dat wel eens. En hier hebben ze nog allemaal kwasten. Ook echt heel erg veel. Dus stel je begint bijvoorbeeld net met make-up, dan is het gewoon heel handig om hier kwasten van te kopen. Ik vind deze er ook echt heel leuk uitzien zo. Kijk ook even weer hoe groot dit schap is. Het zijn echt 2 volle schappen. Hier tegenover mij heb je ook wat meer de mannen. Maar je hebt hier ook echt nog veel meer. Je hebt hier bijvoorbeeld ook allemaal maskers. En ik vind de maskers er van de Action altijd heel leuk uitzien. Ik had volgens mij deze ook laatst laten zien.
Maar dit zijn dus van die kleimaskers. En je hebt een roze, maar je hebt hier ook een groene. Je hebt hier zelfs nog meer. Je hebt hier ook deze, dit is een pineapple mask. Kijk hoe deze eruit ziet, hoe grappig. Dit heb ik nog niet gezien, ook niet in de vorige video. Dit is een clay stick. Hoe leuk ziet dit eruit? Dit is volgens mij eigenlijk gewoon hetzelfde als die ik net liet zien, maar dan is het dus een stick. En je hebt allemaal verschillende. Je hebt ook nog een roze versie. Kijk, een groene. En dan heb je dus ook nog een zwarte met charcoal. Hoe leuk ziet deze set er ook uit? Dit heb ik echt nog nooit eerder gezien, dus misschien is het eigenlijk ook wel nieuw. Maar het is van het merk Wow Factory. En dan zit een face mask in, een face toner en een face cream. Hoe leuk is zo'n setje? Oh, je hebt hier nog iets. Wow, deze pakte ik echt heel random. Maar dit is de 3-step skin set calming treatment met, wat zit hierin? Oh, hier zit een cleansing face wash in, een lotion en een face cream. Hoe leuk. Verder heb je hier nog veel meer skincare producten. Daar ook nog achter allemaal douchegels en zo. Maar zo kunnen jullie het een beetje zien wat ze hier allemaal hebben in de collectie. Ja, en hier tegenover hebben ze dus nog een heel cosmetica schap. Je hebt daarachter heb je dus alle mannen producten en zo. Maar hier heb je dus deo's en nog meer scheerproducten. En ook wat voetverzorging dingen. Maar ik zie dus dat ze de Action Adventkalender hebben. De Action heeft namelijk eigenlijk ook ieder jaar een adventkalender. En ik zie dus nu dat ze ook deze hebben. Voor €12,95. Superleuk. En ze hebben hier ook een aantal cadeausets die ik ook echt wel heel leuk uit vind zien. Ook helemaal niet duur natuurlijk. €4,59 voor een cadeauset. Er zit ook echt van alles in. En ze hebben er hier nog één. Ziet er ook echt heel leuk uit. Deze met van die sterretjes. Hoe grappig. Het is echt een heel leuk idee. En je hebt hier ook deze. Dat ziet er ook echt leuk uit om zo te krijgen. Er zit ook echt van alles in. En deze kost volgens mij €6,49. Dan ben ik nu hier. Dit zijn een beetje van die random schappen. Maar met allemaal Halloween spullen. Echt grappig dat ze dit nu alweer hebben. Dus je hebt hier dit allemaal. Je hebt hier ook weer een beetje verkleed spullen en schmink. Dus ze hebben ook dit allemaal. Hier heb je ook echt van die lampjes. Ik weet niet of dit werkt. Oh ja, kijk hoe grappig. Zo ziet het er dan uit. Volgens mij heb je ook verschillende soorten. Zoals je kan zien, je hebt hier ook nog een oranje. Kijk, die ziet er zo uit. Je hebt hier ook nog een paarse. Die ziet er zo uit met spinnen. En ik dacht net al dat ik bij alle cosmetica items was geweest. Maar hier heb je dus echt nog meer. Natuurlijk, want we zijn natuurlijk nog helemaal niet bij de haardingen geweest. Dus je hebt hier nog twee volle schappen met nog meer cosmetica producten. Waaronder hier dus alle haardingen. Alle shampoos, conditioners. Je hebt hier ook allemaal tools, dus feuns, haarborstels, steltangen, krultangen. Heb je hier ook allemaal. Ik zie hier ook de soort lookalikes van Tangle Teaser. En ik moet zeggen, ik heb deze kleur nog nooit gezien. Dit vind ik wel een hele leuke kleur, namelijk roze, zacht roze. En ze hebben hier ook een hele mooie blauwe kleur. Kijk, en ze hebben deze kleur. En deze droog shampoos zijn bij mij in de Action ook echt altijd op. Maar ze hebben bij deze Action echt genoeg Batiste droog shampoos. Ook allemaal verschillende soorten. Ze hebben hier bijvoorbeeld de Original. Ze hebben hier ook de Blush. Hierachter hebben ze de Cherry. Fresh. Nog meer Original. Cherry ook nog weer. Ja, echt heel veel verschillende soorten. Hier nog een zelfs, een gele. Dit is Tropical. Dan ben ik hier bij een schap met allemaal handdoeken. Ik weet eigenlijk niet, ik koop nooit mijn handdoeken, want ik woon natuurlijk ook niet op mezelf. Maar ik zag deze en die vond ik er juist wel echt heel leuk uitzien. Die heeft namelijk een beetje zo'n soort strandhanddoek effect. Met zeg maar dit soort. En ze hebben dan ook een andere, namelijk deze grijze. Met deze print. En verder hebben ze heel veel verschillende soorten handdoeken. Allemaal verschillende kleuren, formaten, groottes. En daarachter heb je koffers trouwens, maar daar ga ik eigenlijk niet echt kijken. En ze hebben dan hier ook allemaal sportdingen. Dit is wel echt een heel groot schap. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Bij mij in de Action is dit echt niet zo groot. Ze hebben echt van alles, ook echt allerlei verschillende gewichten. Wow, deze is echt heel schattig. 4 kilo. Hoe grappig. Maar dit hebben ze bijvoorbeeld bij mij in de Action niet. En ook deze niet. Ze hebben alleen maar de lichtste volgens mij. Ze hebben hier ook allemaal pionnetjes. Als je een beetje wat meer cardio wil doen. En ze hebben hier zelfs zo'n grootte van 10 kilo. En dan 6 en 4. En ja, allemaal gewichten. Allemaal van die dumbbells. Ook nog allemaal tools die handig zijn voor bij het sporten. Ook yogamatjes. Dus dat is wel echt heel veel groter hier. Zoveel keuze qua sportartikelen heb je echt niet in elke Action. Dan zijn we hier nu bij alle kerstspullen beland. Ze hebben echt al heel veel in deze Action. Dat had ik eigenlijk echt niet verwacht. Want het duurt echt nog wel een paar maanden voordat het kerst is. Maar ze hebben echt heel veel.
Kijk, ik loop gewoon een beetje en dan kunnen jullie het zien. Deze kerstboompjes zijn heel schattig. Ook leuk zoveel op je kamer. Als je geen plek hebt voor echt een grote kerstboom, is dit natuurlijk gewoon wel heel leuk. Ze hebben zelfs ook allemaal al een soort tafelkleden en zo. Gewoon met kerst. En oh, kijk deze mokken. Deze zijn leuk. Hoe leuk zien deze mokken eruit? Oh my god. Deze vind ik wel echt heel leuk. En ze kosten €2,99. Hoe leuk is het ook om hier warme chocomel in te doen. Helemaal leuk. En oh, dit moet ik hebben. Dit moet ik hebben. Dit is leuk voor koekjes bakken. Ik loop even naar de andere kant. En ze hebben ook alweer allemaal kerstversiering voor in de boom. Allemaal slingers en kerstballen. Kijk hoeveel. En hoe leuk zijn ook deze. Deze heb ik ook echt al een paar keer voorbij zien komen op TikTok. En dit zijn dus gewoon van die leuke kerstballen met allemaal van die leuke dingetjes. Dus je hebt bijvoorbeeld de donut, een pizzatje, een ijsje, frietjes. Hoe leuk zien deze eruit. En je koopt ze dus in setjes van 3 voor €2,99. Ik zie hier ook nog wat herfstdecoratie. Ik liet jullie net al de kerstdecoratie zien. Maar ze hebben ook nog wel wat herfstdingetjes. Zoals je hier kan zien, een aantal van die nepbloemen, leuke decoratiedingetjes. Kijk, zo kun je niet een beetje zien wat ze allemaal hebben. Dan ga ik nu een beetje naar de normale decoratie. Zo kunnen jullie de schappen een beetje zien. Ja, hier hebben ze vooral een aantal meubels. Maar ik zie niet echt iets speciaals wat ze bijvoorbeeld in de normale Actions eigenlijk niet hebben. Dus dit is eigenlijk gewoon allemaal normaal. Je hebt hier trouwens ook alle textiel. Dus alle kussenhoezen en kussenslopen en weet ik veel wat allemaal. En natuurlijk hebben ze hier ook de welbekende... Ja, hoe noemen ze dit? Parfumhouders of zo noem ik het even. Ze hebben hier wel alleen nog maar de zwarte versie, zie ik. Hier hebben ze ook van die soort kandelaarkaarsen. Deze vond ik er heel leuk uitzien. Kijk, die zijn zeg maar echt van die lange kaarsen. Ze hebben ook allemaal verschillende soorten kleuren. Je hebt namelijk hier deze soort bruinachtige. Je hebt een beetje blauw. Nog een soort blauw. Wit en een beetje donkerblauw. Navy kleur. En ik zie hier ook dat ze deze hebben. Dit zijn echt van die mooie kaarsen. Kijk. Van die swirl kaarsen. Zo staat er ook op. Swirl candlelight. En ze hebben die ook in het wit. En dan gaan we nu nog eventjes naar de snackafdeling. Dus met alle chocolade, koek, snoep, chips. Ik ben heel benieuwd wat ze hier allemaal hebben. Als eerste zie ik hier heel veel Lions. Allemaal verschillende soorten. Je hebt bijvoorbeeld met kokosnoot, karamel blond zelfs. Deze, dit is echt mijn favoriet. Namelijk met witte chocola. Alles met witte chocola is ook gewoon lekker. Dus die vind ik heel lekker. Heel veel Maltesers, bros. En ik zag net hier iets van KitKat. De KitKat Chunky, die zijn trouwens ook echt heel lekker. Deze vooral. Oh, weer met witte chocola. Echt my fave. Maar ze hebben dus nu ook deze. De KitKat Chunky met popcorn. Salted caramel popcorn. Ik ben echt benieuwd of iemand dit ooit geprobeerd heeft. Maar ze hebben hier ook gewoon de normale. En ook de normale kleintjes. Echt lang geleden dat ik gewoon een normale klein heb gehad. Maar die hebben ze ook gewoon. Ze hebben ook heel veel dingen van Milka. Dit lijkt echt heel erg op die prinskoekjes. Die hebben wij thuis altijd. En ik zie hier ook dit. Dit ziet er lekker uit. Dit zijn Melo cakes. Daarboven heb je nog meer koekjes en cakejes en zo. Ze hebben hier nog meer Milka dingen. Echt heel veel verschillende dingen. En natuurlijk van die kinderchocola. Dat blijft echt het beste. Deze zijn ook zo lekker. Een beetje van die, hoe heet het? Happy Hippo. Dat wist ik niet. Ze hebben hier ook deze. En echt zo chocola. Oh my god, Kinder Bueno ook. Heel lekker. We hebben ook deze kinderchocolade eitjes. Deze zijn ook zo lekker. Er zit dus in het midden zit zeg maar zo'n lekker balletje. En deze zijn zo lekker. Oh, die hebben ze dus gewoon hier voor €2,79. Kijk, en hier hebben we nog meer snoep. Ik ga niet heel veel in detail, want het is ook weer niet heel veel speciaals. Maar alles qua snoep is eigenlijk natuurlijk gewoon lekker. En hier heb je dus allemaal verschillende soorten drinken. Kijk even ook hoeveel. Het ziet er echt heel satisfying uit, zodat het allemaal zo netjes staat. Kijk, en dan zijn we eigenlijk al bijna bij het begin, namelijk bij de kassa's. Nou, we komen net terug van de Action en ik dacht, ik ga jullie even vertellen wat ik er nou uiteindelijk van vond. Ik moet zeggen, ik vond de Action zeker groot, vooral vergeleken met Action waar ik sowieso altijd normaal naartoe ga. Maar ik moet wel zeggen, ik had echt wat meer ervan verwacht. Ik had echt een wow effect verwacht en ik vond dat dat nu iets minder was. Vooral bij bepaalde dingen. Ik was natuurlijk laatst al naar de Action gegaan, dus ze hadden ook niet heel veel nieuwe dingen eigenlijk. Ja, wel dan de kerstcollectie en zo. En veel Halloween en herfstdecoratie, dat hadden ze wel. Maar verder qua normale collectie viel het me eigenlijk
eigenlijk een beetje tegen. Ze hadden niet heel veel verschillende dingen. Ik had eigenlijk ook een beetje verwacht dat ze een soort showroom hadden qua meubels of zo. Omdat ik dus dacht, hij is zo groot, dan hebben ze de meubels ook ja, een beetje uitgestald of zo. Maar dat viel me eigenlijk toch wel een beetje tegen. Maar hij was wel echt heel groot. Ze hadden ook echt vooral heel veel bijvoorbeeld apparaten zoals tosti-ijzers en zo. Dat hebben ze bij mij bij de Action normaal nooit. Dus ik moet zeggen, het was wel zeker een grote Action. Jullie hebben het natuurlijk zelf ook kunnen zien. Maar ik ben heel erg benieuwd naar wat jij vond van deze Action. Dus laat me dat zeker weten hieronder in de reacties. Ik ben ook heel benieuwd of iemand van jullie toevallig ooit bij deze Action is geweest. Dus mocht jij bij deze Action ooit zijn geweest, laat het me ook vooral weten. Want dat zou ik heel erg leuk vinden. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet dan zeker even om dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook zeker niet om te abonneren. Dat kan je onder op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte van bijvoorbeeld dit soort video's. Want misschien ga ik dit soort video's wel vaker opnemen. En zo blijf je ook op de hoogte van allemaal andere soort video's. Dus doe dat zeker. En dan zie ik jou hopelijk weer in mijn volgende video. Doei!